Beste kijkers, ik kom nog nu weer de volgende vlog aan en dat is vlog 119. En we gaan wat Spaanse cultuur snuiven. En we weten dat het niet bij iedereen gewenst is, want het gaat om het stierenvechten, maar het is een stukje Spaanse cultuur. We zijn nou eenmaal in Spanje gaan wonen en willen dat één keertje hebben meegemaakt. We gaan geen beelden laten zien die mensen zouden kunnen kwetsen. We proberen de sfeer over te brengen die daar in zo'n arena heerst. Dus ik zou zeggen, veel plezier bij deze nieuwe vlog. Bijna middag. Het is 10 voor 11 en het is vandaag zaterdag 24 september. En we gaan naar Vera toe. We hebben pas gehoord van Pam, vriendin van ons die al 12 jaar in Spanje woont, dat je de V best wel uit mag spreken. Zachter dan een harde B, zeg maar. Dus ja, wisten wij ook niet, want we doen ook maar alles volgens het boekje. Maar dat mag dus. Als je Bera zegt, dan is dat ouderwets, zegt ze. Als je Bera met een harde B zegt, dus het mag ook Vera. Bera. Met een zachte W. Met een zachte W. Nou, het is best een aparte uitspraak, hè? Ja. Ja. Wat wij gaan doen vandaag, het is al een aantal dagen feest in Bera dus. En vorig jaar hebben we dat feest niet gefilmd, want we waren er niet. We gaan morgen, zondag, gaan wij naar de arena. Dan is er het stierenvechten met paarden. Nou, we willen daar toch wel wat van meenemen, ondanks dat het sneu voor de stieren is. Maar ja, je woont in Spanje en ik vind dat je daar die sfeer... Het is cultuur, hè? Ja, wel een beetje wil meemaken. Ja, al is het maar één keer. En we zijn absolute dierenvrienden, absoluut. En ik denk, dit is een traditie. En ik weet niet tot hoe ver het gaat, weet ik helemaal niet. Want in grote delen van Spanje is het stierenvechten, of het doden van stieren is verboden. In andere delen weer niet. Ja, Andalusië is natuurlijk weer een streek. En die hebben hun eigen regeltjes. En dat is met elke provincie en streek in Spanje zo. Ja, ze gaan het... maken. Nou, het schijnt, er is vandaag op zaterdag is altijd markt, dat is heel gezellig. Nou, dat hebben we al een keer gefilmd. Misschien komen we nog andere leuke dingen tegen. Dus vandaar dat we gezegd hebben, we gaan dan filmen. Heel leuk, want de gewone dagelijkse dingen die we al gefilmd hebben, die willen we niet dubbel laten zien. En vandaar dat we wel eens een dagje overslaan. Want anders worden de vlogs zo saai, want dan denk je ook van, nou, dat hebben we lang gezien joh, en dat hoeft allemaal niet meer. Ja. Dus, dat hè? Ja, nog even iets toevoegen, want het is natuurlijk een feestweekend hier in Bera. Maar het heeft ook te maken met de patroonheilige van Bera. En dat betekent dat wat we dus vorig jaar in Cuevas de Almanzora zagen. Hè, dat is dus op zondag van dat weekend is er dan 's morgens een heilige mis in de grote kerk. En de ervaring leert dan zit het helemaal stampvol. En na die heilige mis
is dus morgen. Zondag is er dus in Wera ook een processie die door de stad gaat. En dat heeft dus allemaal met die patroonheilige te maken van de stad. Jullie zien hier bij een hotel, ik weet niet welk hotel dit is uit mijn hoofd, dat ze hier voor na het feest, de feestelijke gelegenheden, de tafels netjes hebben gedekt. Ziet er allemaal keurig uit. Zoals het meestal gaat met dit soort feestdagen, dan alle de restaurants hebben alles is bezet, alles is besproken. Dus je kan geen tafeltje meer krijgen. Het is een beetje lastig filmen zo. Ja. Mensen zitten lekker op de terrasjes hier bij het hotel. En het is vandaag de dag van de toerist, hè? Ja, in dat, Spanje is dat? Nee, hier in Wera. En dan gaan ze bloemen uitdelen en dat soort dingetjes uitdelen. We zitten nu heerlijk op het terras en er komt een prachtige dame aan. En nou, dit is zo mooi, moet je zien. Jongens, meisjes. Prachtig. Oh, ze komt hier naartoe. Hier aan de puerta, la puerta. Venga. Nou, maar je kijkt hoe prachtig dit.
einmal nur länger. We zijn nu onderweg weer rondje lopen en we hebben bloemen uitgedeeld gekregen. En dan komen ze weer hoor. Inmiddels zijn we weer in Weren en we hebben onze auto neergezet. We moeten straks even kijken welke ingang we moeten hebben voor de show. Ja, dit is Sol Tendido 5. Dat betekent Zon Tendido nummer 5. Ja, wij moeten nummer 4 hebben, dus ja. Dat zal misschien daar moeten zijn. Ja, we kunnen wel even kijken zo. Kijk, de paarden staan al klaar. Kijk, is dat mooi. Mooie zadels. Oh, mooie paarden. Kijk eens die witte strikken erin. Ziet er mooi uit, hè? Ja. Mooi hoor. Diego Ventura. Oh, dit is de Patio Caballos. Dat is waar de paarden naar binnen moeten. Hier nog meer. Allemaal die manen worden hier gevlochten. Nou, hè. Het is een komen en gaan. Het is nu meer komen dan gaan. Dit is nummer 1. Dus dan moeten wij straks naar de achterkant. Oké, daar is een terrasje. Kunnen we straks misschien even een kopje koffie halen? Want we hebben tijd genoeg. Merchandising. Merchandising. Donkere lucht daar. Kappas. Ja, van die sjaals. Zie je die driehoekige sjaals die vrouwen hadden, zeg maar. Ja, mooi. Dit is nummer 2, denk ik. Ja. Ja. Gaan we daar straks kijken? Straks moeten we daar. Ja, ik wil even kijken waar die. Ja, dat is goed. Ziet Leo er netjes uit, hè, jongens? Nou, we gaan eventjes een biertje drinken. De zee is vandaag niet zo blauw. Nou, de ambulance staat er klaar. Ja. Om stierenvechters af te voeren. Stierenvechters af te voeren, ja. Hier is security.
Kijk, hier kan je kussentjes kopen. Wat zeg je? Kussentjes huren. Oh, kussentjes huren. Ja. Oh ja, Aguilar. Aguilar. Kussentjes huren voor 1,50. Ja. Nou, wij hebben onze eigen kussentjes meegenomen. Kijk eens, wij zitten wat zachter. En daar staan nog mensen. Bij de Tagila. Daar kunnen ze nog een kaartje kopen. Oké. Leo gaat even kijken. Las Viñas, het voetbalstadion. Je hebt allerlei ingangen hier. Wij gaan aan deze, bij deze ingang gaan wij er zo in. Nou, de poort gaat open hoor. Hola. ¿Quieres qué? Ya pueden pasar por Domingo 25. Links, rechts. Welke kant op? Hierin? Ja, laat me doen. Oké. Ja. We moeten naar beneden. Hola. Oh, dat ziet er best mooi uit. Ja. Ja, maar jij kan dat wel. Aha, kijk eens aan. Oh, we kunnen beneden zitten. Waar wil je zitten? Ja. Ik wil daar zitten, want dan zit ik tegenover de... Oké. Dat is de eretribune, zie je? Ja. En waar komen, daar komen de dieren uit, of daar? Dat weet ik niet. Kom maar. Nee, ik weet het ook niet. Ja, die komen hier uit. Ja? En nog één? En nog één. Oh, het is lekker rustig. Kunnen we hier gaan zitten? Ja. Oké, dan gaan we even onze kussentjes pakken. Zo, zo hé, een beetje stof. Nou, dat zijn dus de entrees hè, waar je in komt. Leo zei net dat is de eretribune. De president, ja, de president van... hè? Ja, die. Ja, die mag hier zitten. En die oude dametjes die gaan helemaal bovenin zitten daar. Oh, die zijn toch naar een andere, andere ingang gegaan. Wij zitten aan de solkant, de zon. Nou, gelukkig is het redelijk bewolkt. Mooi hoor. De paardjes zien er prachtig mooi uit. Mooi opgedoft. Mooie strikken in hun manen. Wat zijn ze daar aan het doen? Waterslangen. Waterslangen. Thank you.
gaan nu de aarde besproeien tegen het stof. Dat is de Guardia Civil. Mensen zijn een beetje onrustig allemaal daar. Lijkt wel een lakei, joh. Het is ook heel leuk om mensen te kijken hier, hè. Die meneer heeft een hele leuke combinatie aan met een bijpassende broek. Oh, hij gaat al zitten, dat is jammer. Esto es porque no conocemos las alturas. Je kan natuurlijk altijd een truitje op je hoofd doen, hè? Een kindertruitje. Gaat lekker zitten. De nuestra o de vera? Lázaro. Si estás pensando en el día sábado, mira. Coca-Cola, cerveza, agua, Fanta. Twee emmertjes water halen, maar dat zijn ijsblokjes. Llévalo.
Nou, wat staat erop? De Toto-uitslagen. Vanavond geen El Toro show, jongens. Want hij is nog even aan het dineren. Hij slaapt nog. En hij heeft groot gelijk. Laat hem maar lekker in zijn hokje blijven. Ze gaan hem wakker schudden nou. Wat doen we in de pauze? Iedereen. Iedereen is aan het eten. Iedereen is aan het eten. Ja, beste kijkers, dit was dan vlog 119. Ja, ik zie er misschien een beetje moe uit, maar ik ben ook moe en dat maakt ook niet uit. Neem geen aanstoot aan het feit dat we naar het stierenvechten zijn geweest. Want wij wilden dat nou eenmaal een keer meegemaakt hebben. En ja, we hebben geen kwetsende beelden, denk ik, laten zien. Maar we hebben wel, denk ik, getracht om het sfeertje over te brengen. Dit was vlog 119. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende vlog.